Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien aan de titel van deze video, gaan we vandaag weer een foto challenge doen. En een tijdje geleden hebben wij al bij de IKEA een foto challenge gedaan. En we zijn ook al bij de Intratuin geweest. Mocht je die gemist hebben, ik zal ze eventjes in het i'tje plaatsen. Dan kan je die daar ook nog even terugkijken. En dus mocht je deze nog niet hebben gezien, deze foto challenge houdt in dat wij naar een leuke winkel gaan. En dat wij in de winkel op verschillende plekjes foto's maken. En die gewoon helemaal toffe werken, zodat je bijna eigenlijk niet door hebt dat het in een winkel gemaakt is. En jullie kunnen gewoon gaan stemmen welke foto je straks het allerleukste vindt. En die komt dan op onze Instagram accounts. Nou, ik heb het over we, omdat ik zo meteen met Tara natuurlijk weer foto's ga maken. Maar ik dacht, ik doe deze intro gewoon nog eventjes nu ik thuis ben. En ik ga gewoon zo meteen de fiets opstappen. En we gaan naar het centrum van Utrecht fietsen, want daar zit een casa. En Casa is een tijdje geleden geopend. Daar hebben we ook nog een leuke blogpost over geschreven op onze blog. Ook die zal ik weer eventjes in het i'tje linken. En toen we daar bij de opening waren, kwamen we ook al een kijker tegen. En die zei al tegen ons van, dit is ook een superleuke winkel om deze foto-challenge te doen. En dat leek ons ook een heel erg leuk idee. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. Ik ben een beetje bang dat het wat lastiger wordt, omdat het een wat kleinere winkel is dan bijvoorbeeld de IKEA of Intratuin. Maar we gaan in ieder geval onze best doen. Dus als je benieuwd bent naar wat voor foto's wij gaan maken, blijf dan vooral kijken. En sorry trouwens voor deze rommel op de achtergrond, wat ik helemaal niet door had. En daar hebben jullie net even naar lopen kijken. Real life. Ik ben aangekomen in de stad en hier is Tara en hier is de casa. Dus we gaan nu lekker naar binnen. Oké, dit wordt super moeilijk. Het is en heel druk in de winkel. En tegelijk heel overzichtelijk. Het is ook niet handig is. Eén grote open ruimte. Spannend. Oké, wij vinden dit schort dus super leuk. Dus we zaten te denken, misschien moet één van ons een schort aantrekken. En dan gewoon doen alsof we eten hebben bereid. En dan achter zo'n mooi gedekte tafel staan. Dat is een mogelijk goed fotootje, denk ik. Dus we gaan het gewoon proberen. Ziet dat er echt uit? Misschien wel, ja. Net echt, oké. Wacht even hoor. Het is zo stom. Ik wil er een andere hoek, dat je niet zo goed kan zien. Het is echt slechter dan slecht. Kijk eens. Oh nee, wat een slecht idee. Ja, nee. Toch even iets anders proberen dan. Kijk hoe cool deze is. Dit is van het regenboogmetaal. En ik heb hier wel eens eerder over getwijfeld, maar dan in de Urban Outfitters. Die heb ik niet genomen. Dus nu word ik weer getest. Maar ik ga hem weer laten liggen, denk ik. Maar hoe cool. Kleine change of plans. De omgeving is gewoon een en al winkel. Dus elke achtergrond is lelijk eigenlijk. Of niet geschikt, vinden wij, niet voor een Instagram foto. Dus ja, want de winkel zelf is wel heel erg mooi, maar je ziet gewoon dat het een winkel is. Dus we dachten, we gaan de hoek veranderen en een foto van boven maken. Zodat je niet ziet dat het een winkel is. Het is een mooie eetfoto. Maar we hebben alleen geen eten. Ja. We gaan het gewoon proberen. Dit is wel mooi. Kijk maar. Ja. Oké. Dit is heel mooi. Het enige wat ontbreekt is misschien iets van een sushi of überhaupt eten. Dus we gaan kijken of we dat erin kunnen editen. We'll be right back.
Oké, dit is een volgend plekje die we erg leuk vinden. Dus we gaan deze proberen te maken. Ietsje van boven, denk ik. En deze kleuren vonden we vooral heel erg mooi. Dus Tara gaat hier zitten. En ik ben benieuwd wat we van gaan maken. Jullie gaan hier. Het is kei donker op de camera. Geen idee of jullie iets kunnen zien. Nou ja, jullie zullen het een klein beetje maar kunnen zien. Ik had misschien mijn gezicht even af moeten poederen. Oh ja. Hey. Het is best wel cute. De kleuren zijn in ieder geval heel erg leuk. Deze heeft potentie. Ik denk dat hij wel wat heeft. We vinden dit dus echt een fantastisch hoekje. Dit is de achterkant van waar ik net zat. Dus we gaan even kijken of we dit op de foto kunnen zetten. Paar van de foto's. Ze zijn best wel goed gelukt. En we gaan kijken of we de achtergrond misschien in goud kunnen maken. Zodat het wederom weer niet lijkt of we in een winkel zitten. En we kwamen net ook nog twee hele lieve kijkers tegen. Dus als jullie deze video zien, super leuk dat jullie even gedag kwamen zeggen. We hebben het superleuke groene hoekje gevonden, maar het begon net in één keer een beetje druk te worden. Dus we zijn heel van het wachten dat we ruimte hebben. En dan ga ik hierop zitten. En dan is het denk ik wel een leuk lookje, ja. Plantjes, net alsof je in de jungle zit. Een soort van. We zien niet of het van boven of van onder moet maken. Oké, we zijn even de foto's aan het reviewen en het is... Larissa ging voor de stoere look. Maar dit is echt een dikke failure, zo te zien. Nou, valt wel mee. Ik denk dat er wel mee valt te werken. Alleen we hadden dit gedeelte niet even meegerekend. Dat zijn allemaal kussens en zo. Ja, en maar ik heb het gevoel alsof ik een beetje voor het rustige ben gaan zitten. Waardoor het echt zo'n drukke bedoeling nu is. Oh. En dit is mijn cry. Dit is het moment dat er medewerkers langskwamen. Lastig.
Nou, zoals je ziet zijn we weer thuis en ik moet zeggen, het was al echt een challenge dit keer. Mm-hmm. Ja, want de kater die heeft allemaal mooie spulletjes, allemaal hele mooie hoekjes, dus er zagen heel veel potentie. Het enige probleem was dan dat de achtergrond, ze hadden zeg maar vaak geen achtergrond, dus daarachter zaten dan nog meer spullen of rekken. Ja, en daardoor werd het een beetje wat druk en zag je eigenlijk gewoon al heel snel dat je dus in een winkel bent. Ja. En het is juist de challenge om te laten lijken alsof je niet in een winkel bent. Ja, dus dat was best wel lastig om te doen. We hebben in ieder geval ons best gedaan in de edit om dat ja, toch allemaal zo real mogelijk te laten lijken. En we zijn heel erg benieuwd naar jullie mening natuurlijk. En zoals we al hadden verteld in de intro, of zoals Larissa had verteld in de intro, er waren weer polls. Dus als je nog niet hebt gestemd, stem eventjes mee. En we zullen alle resultaten nu ook nogmaals eventjes in beeld brengen. Dus we zijn super benieuwd welke foto jullie het beste gelukt vinden. Of misschien wat leukste. Of wat dan ook. Stem in ieder geval op je favoriet. En dan zullen we die online zetten op Instagram. Oh ja, en nog iets anders wat we heel graag wilden vertellen is dat... Nou, de Casa vinden we sowieso een leuke winkel. Medewerkers zijn ook ontzettend lief. We hebben echt... Ja, we hebben niet het idee gehad dat we in de gaten werden gehouden. Nee. En andersom hebben zij ook geen last van ons... gehad. Nee, volgens mij niet. Volgens zover weet. We zijn altijd heel erg subtiel, dus... Ik denk dat dat ook wel heel erg slim is natuurlijk. Maar goed, dat wilde ik nog eventjes zeggen. Mochten jullie zelf deze challenge een keer willen proberen met vriendinnen of vrienden. Hou er even rekening mee dat het uiteindelijk een winkel is. En dat je dus niemand tot last moet vallen. Tot last moet zijn. Ja. Nou, ik vond het in ieder geval weer een hele leuke challenge om te doen. Het was ook echt een uitdaging deze keer, maar eigenlijk waren die andere keren dat ook wel. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om deze weer te doen. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden dat we weer een derde foto-challenge hebben gedaan op dit kanaal. En laat zeker even weten of je deze nog vaker wilt zien. Of je misschien ook een tip hebt voor een andere winkel waar dit heel goed tussen zou passen. Want het lijkt me heel erg leuk om nog een volgende keer te doen. Nou, geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En natuurlijk op Instagram ons te volgen. Want daar ga je natuurlijk de foto terugzien. Dus ja, super bedankt voor het kijken weer naar deze video. En we zien jullie heel snel weer terug in de volgende. Doei! Doei.